Nieuwsdag. Alweer een nieuwe nieuwsdag. En we hebben vandaag Crysis 3. Komt op 21 februari uit. Eindelijk een release date. Eindelijk, ja. Ik ben echt benieuwd wanneer is eindelijk gaat... benieuwd. Ik ben eindelijk blij dat ze eindelijk een release date hebben. Zodat we eindelijk kunnen verwachten van... Yes, die dag komt die. 21 februari. Dat is nog best snel. Het is snel. Hij is al een tijdje aangekondigd. Maar ja. Hij is redelijk snel, dus... Laten we hopen dat hij niet gerust wordt. Nee. Nieuwtje. Bam! 2! 1 miljard omzet voor Black Ops 2. In 15 dagen. In 15 dagen, ja, ja. Ja, daarmee heeft Treyarch het record verbeterd van... Modern Warfare 3. Ja, van Modern Warfare 3 al heel snel, want Black Ops 2 dat... Ja, 15 miljard omzet. Ja, de vorige record was van Modern Warfare 3. Dat was in 16 dagen 1 miljard. En alleen een... Harry Potter film of zo heeft ooit in 17 dagen 1 miljard opgebracht. Dus, nagaan. Dus een spel dat gewoon een film verslaat, een populaire film natuurlijk. En, Black Ops heeft een record nu. Black Ops staat nu op het record met het snelst en meest verkochte... Inderdaad. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, dat is zeker mooi. Nieuwtje 3! Ja, de open beta van Path of Exile komt... Is uitgesteld. Of is uitgesteld, ja. Die komt niet, die is helemaal uitgesteld. De beta komt nu pas op 23 januari uit. De vorige release date van die open beta was... Op 23 december. 23 december. Is een maand uitgesteld. Ja. Er was eerst... Van Pet Excel is natuurlijk al lange tijd een closed beta bezig. Voor iedereen is die pas in 23 januari. Het is een hack-and-slash game à la Diablo, echt een dungeon crawl. En hij vereist heel veel skills. Dus mensen die Diablo te simpel vinden, echt check Path of Exile. Want inderdaad, hij is erg moeilijk, maar erg lijp. Ik heb het close beta gespeeld en ik werd echt helemaal gek van alle mogelijkheden van de skill tree. En ook gewoon mogelijkheden qua je karakter uitbouwen. Het is een hele lijp game, dus... Check die open beta, wanneer die uitkomt. Helaas is die uitgesteld. Ja. Helaas, helaas. Nieuwtje 4. Nieuwtje 4, ja. Square Enix biedt zijn excuses aan voor de Facebook-aanslagen van de Hitman-app. Want ze hadden een app gereleased waar je bij je Facebook-vrienden of je andere mensen aanslagen kon plegen. Zeg maar, omdat je dan een soort van huurmoordenaar was. Alleen er werd een beetje misbruik van gemaakt. Ze werden dus aanslagen gepleegd van jij wordt vermoord omdat je een kleine penis hebt. Jij wordt vermoord omdat je die of die ziekte hebt, blablabla. En daar heeft Square Enix een excuus voor aangeboden. Dus netjes dat ze dat hebben gedaan. Want dat heeft sommige mensen, sommige mensen heeft dat geraakt. Van dat mensen dat zomaar bij elkaar deden. Ja, maar dus, heeft Square Enix ook niet gewoon... van tevoren moeten bedenken dat mensen dit gaan doen. Want ja, klopt. Mensen doen dit al jaren, dus ja. Waarom nou wanneer... nu in één keer netjes gaan doen of zo. Mensen doen altijd dit soort dingen. Dus. Ja, het is misschien wel fun geweest voor... het is een lolletje geweest, denk ik. Maar ik denk dat Square Enix... die had het wel kunnen verwachten. Ja, een klein lolletje, maar ja. Wel een fouten. Dat was nieuwsdag voor deze week. Check ons volgende week en... Check ook van het weekend andere filmpjes. We hebben nog een trailer talk. We hebben nog van alles. Ja, blow-ups hoorde ik dat er nog eraan kwam. Ja, die is al geüpload. die had uploaden. Dus er komt een blow-ups aan. Die is al online. Check hem ook natuurlijk. Want het gaat over zombie-ops. Ja, zombie-ops. Call of Duty zombies. Dus bedankt voor het kijken allemaal. En we zien allemaal de volgende keer. Tot de volgende keer. Bro Team out.